Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over ijs maken. Het is zomer, dus dit is leuker dan 3D printen op dit moment. 3D printen blijft leuk, maar ijs maken ook. Vandaag ga ik kersenroomijs maken. En voor dat kersenroomijs hebben we natuurlijk een aantal benodigdheden. Om te beginnen 200 ml melk, het liefst volle melk natuurlijk. 100 ml, 1 deciliter, 100 ml kersensap. Dat kun je uit de pot halen of uit het blik waar de kersen uitkomen. En als je verse kersen maakt, ja, dan zul je iets van een kersensap extract of zo moeten halen. Ik weet bijvoorbeeld dat Sligro dat verkoopt, om maar eens wat te noemen. 150 gram suiker heb je ervoor nodig. 150 ml, oftewel een 1,5 deciliter slagroom. 2 eierdooiers. En 225 tot 250 gram kersen. Zonder pit natuurlijk, want met pit is het ijs niet lekker. Nou, we gaan in de video zien hoe ik dat maak. En aan het eind gaan we natuurlijk even proeven. En even kijken of het lekker is. En zullen we ook nog even een kleine afsluiter doen. Veel plezier. Zo. Om kersenijs te bereiden heb je natuurlijk kersen nodig. Het eerste werkje is dan ook gelijk het moeilijkste werkje. En het meest langdurige werkje van het verhaal. We hebben hier een pot kersen. Daarvan hebben we 350 gram kersen nodig. Maar soms merk je in die potjes wel eens dat er kersen in zitten waar de pit nog in zit. En die moeten natuurlijk uit, want pitten in je ijs, dat wil je niet hebben. Nou, wat we het eerste gaan doen, we gaan die kersen in een zeef gooien. We hebben ook het sap nodig, althans een groot deel daarvan. Misschien zelfs wel helemaal, ik weet niet precies hoeveel sap hieruit komt. Maar anders heb ik nog wat aanvullend materiaal daarvoor. Zo. Hartstikke mooi. Laat me eventjes zo plaatsen dat die kan blijven staan. We hebben een maatbeker nodig. Want in feite hebben we 1 deciliter nodig van het kersensap. En ik heb hier de maatbeker waarop dat zou moeten staan. Dat is ongeveer een halve beker. Oké. Dus wat ik doe, ik zet even de kersen op een ander houdertje neer. En dan ga ik hier dat kersensap ingooien tot het niveau wat ik nodig denk te hebben, zoiets ongeveer. De rest van de kersensap gaat terug in de pot. Zo, dat is alvast voor elkaar. Even de bak een beetje uitspoelen, want die kunnen we mooi gebruiken voor de kersen zelf. Dan gaan we met de kersen aan de gang. We gaan simpelweg kersen eruit halen. Kijken of die pit eruit is. En als die eruit is, dan gaat die in die bak. Kun je op allerlei manieren doen. Je kunt het indrukken. Je kunt er even met een mesje ingaan. Dan voel je of de pit eruit is. En dit is het meest bewerkelijke van dit hele kersenijs. Nou, ik ga je dit natuurlijk niet de hele weg laten zien. Een stuk daarvan. En daarna gaan we alle ingrediënten bij elkaar zoeken. En ga ik laten zien wat er allemaal benodigd is voor dit kersenijs. Ik zeg tegelijk bij. Ik heb geen recept opgezocht op het internet voor kersenijs. Ik heb simpelweg het basisrecept voor roomijs genomen. En heb daar mijn variatie voor het kersenijs op gemaakt. Nou, zie je zo terug in de video. Dit doe ik even verder off camera. Want dit is natuurlijk een hele tijd hetzelfde werk. Zo, dit was een hele goede pot met kersen. Want er zat geen pit in. Er zal best wel pit in zitten, maar niet een pit. Wat ik gedaan heb inmiddels is, we hebben ze afgewogen. De kersen, want 300 gram hebben we nodig in het ijs. Die heb ik hier in deze bak zitten. En de overige, dat zijn ongeveer 50 gram, heb ik hier liggen. En die ga ik proberen klein te snijden. Nou ben ik niet zo'n geweldige keukenchef zoals je op de televisie vaak ziet. Die met zo'n... Als ik dat doe, dan is het geheid zo dat ik mijn vingers kwijt ben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het geheel. Dus ik ga dat wat voorzichtiger doen. Ik ga dat in kleine stukjes proberen te doen. Waarom? Ik ga dat later, aan het eind, als het ijs bijna klaar is,
ga ik dat mengen met het ijs. Nou, je kunt je voorstellen dat het hoe groter het is, de stukjes, ja, hoe groter de stukjes in het ijs zijn. En dat is natuurlijk ook weer niet helemaal lekker. Dus het moeten eigenlijk kleine stukjes zijn. En dan kunnen we dat later onder het ijs gaan vermengen. Nou, laten we maar eens even beginnen met een paar van die kersen proberen klein te krijgen. Wordt bijna pulp. Maar we proberen het toch. En als we dat klaar hebben, dan gooien we dat weer in een bakje, totdat we straks zover zijn om dit toe te voegen aan het ijs. Nou, je kunt het gedachte wel voorstellen hoe dit verder gaat. Dus voor nu zet ik de video weer stop. En kom zometeen weer bij je terug als we met de andere ingrediënten aan de slag gaan. Zo, tijd voor de ingrediënten. Ik heb wel wat zitten vogelen, want ik ga iets meer maken als de gebruikelijke 800 ml die in mijn machine kan. Gaat ook niet in één keer in de machine. Zal dus in twee keer dat ijs vermaakt worden. Eén keer om gelijk op te eten en één keer om in te vriezen. Het basisrecept staat eigenlijk wat mij betreft voor 2 deciliter melk. Ik heb daar dus 3 deciliter van gemaakt. Dat heb ik hier. Dan 1 deciliter kersensap, daar hebben we 1,5 van gemaakt. En dat komt dus uit dat potje van die kersen van zojuist. Daar zit nog meer sap in. Normaal gesproken 150 gram suiker. Maar daar hebben we 225 gram van gemaakt. Dan 2,5 deciliter, of oorspronkelijk 1,5 deciliter siroop. Dus 150 milliliter siroop. En daar heb ik 250 van gemaakt. Simpelweg om dus meer te krijgen dan die 800 milliliter. Dan normaal 2 eierdooiers, daar gaan wij er 3 van maken. Die hebben we hier. De suiker hadden we hier staan, dit zijn de eieren. En vervolgens nog de kersen, en die heb ik inmiddels in een andere bak gedaan. En hier heb ik dan de kersen die ik later ga toevoegen. Oké, wat gaan we doen? We gaan de suiker en de eierdooiers, dus 3 eierdooiers, tot een schuimig geheel kloppen. Vervolgens gaan we de melk toevoegen en het kersensap toevoegen. Alles door elkaar roeren, dan de kersen toevoegen, pureren met de staafmixer. En dan tot slot de slagroom toevoegen. En dan als we ijs aan het maken zijn, helemaal aan het eind, dan gaan we toevoegen dat vruchtvlees. Om een beetje een structuur in dat ijs aan te brengen. De kersen oorspronkelijk 225 gram, 375 gram voor de hoeveelheid die ik ga maken. En daarvan is ongeveer 50 gram dus dit vruchtvlees en 325 gram de bak met kersen zelf. Oké, we gaan beginnen. Ik ga de eierdooiers regelen. Dat gaat allemaal in die grote witte bak die we hier hebben staan. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. Ik moet er even een bakje bij hebben, zodat ik het eiwit kan opvangen. Want mijn vrouw die wil dat altijd graag hebben. Ik heb geen idee waarom, wat ze ermee doet. Maar wat maakt dat uit? Hè? Kom. En dat is 1. Gelijk de rotzooi opruimen. Ik hou van een opgeruimde keuken. Dat is 2. En dan nog eentje.
En dat is 3. Zo, even de handjes wassen. Ik zei al, het eiwit is voor de vrouw, die mag daarmee doen wat zij dan wil. Ik heb geen idee wat ze ermee doet, maar ze gaat er iets mee doen. Het suiker erbij in. Zo. En dit gaan we dan, en laten we dat maar met de staafmixer doen, denk ik. Zodat we in principe alles met de staafmixer doen. Gaan we dat tot schuim opkloppen. Oké, dat is inmiddels gebeurd. Even een kleine pauze inlassen. En zo weer bij je terug. Zo, dan kunnen we nu dus de melk gaan toevoegen en de kersensap. Dus we gaan de melk toevoegen. Dat is het volgende. Zo. En het kersensap. En dat geheel gaan we tot één mengsel roeren. Goed, dat gedaan hebbende, gaan we de kersen toevoegen. Ja, die zijn er ook allemaal in. En dat gaan we dan pureren. Eerst even de spullen opzij zetten. En dan gaan we pureren. Dit natuurlijk in zo'n grote rapport staande buikbeker om daar alles vuil te maken. Even kijken. We hebben nog steeds wat vruchtvlees. Maar dat vinden we niet erg, want we hebben straks al gezegd, we willen straks sowieso vruchtvlees toevoegen. Dus dit is eigenlijk wel prima zo. Oké, dan gaan we nu zometeen de slagroom toevoegen. Maar ik ga eerst eventjes dit gedeelte van de staafmixer afhalen, zodat dat schoongemaakt kan worden. En de staafmixer uitpluggen. En dan gaan we zo meteen beginnen met de slagroom toe te voegen en dat weer te roeren. Nou, de staafmixer maar even aan de kant zetten. Pakken we de slagroom. Eventjes de garde schoon. Slagroom erin. Zo. En dat verroeren we tot één egale massa.
Zo ja. Hiervan gaan we 800 milliliter afmeten. En dat gaan we in het ijsapparaat doen. Ik ben zo bij je terug. Nou, 800 milliliter moet er in het apparaat. Dus we gaan deze massa hier ingieten. Totdat we 800 milliliter hebben. En dat hebben we nu. De andere hoeveelheid ga ik in de koelkast plaatsen. Zodat ik daar straks nog weer een andere lading van kan maken. Ruimte zoeken. Altijd lastig. In de koelkast bij kapitein Haak. En dit hier gaat dus in de ijsmachine. We zien de ijsmachine. En daarin gaat nu dit mengsel van het kersenijs. Het ziet er smakelijk uit. Ik maak de machine dicht. Even kijken of we dat goed doen. Ja. En we gaan op starten zetten. Op dit moment loopt de ijsmachine. Het zal een goed uurtje duren. En zal die klaar zijn. En we zien daar elkaar opnieuw wanneer het klaar is. Zo. Langzaam is het tijd om het kersen die we fijn hebben gesneden straks, om die te gaan toevoegen. We gaan niet alles toevoegen, want ik ga twee ladingen van dit ijs maken, zoals ik al verteld heb. Vandaar slechts een gedeelte. Daartoe maken we het klepje open en gaan dat gewoon toevoegen aan het ijs. Dat was het al. En dan gaan we wachten totdat het ijs definitief klaar is. Nou, laten we eens even de deksel openmaken. Dit is de tweede lading. En dit is werkelijk heerlijk kersenijs. Ik kan het je vertellen, ik kan het je aanraden. Het is echt heel erg lekker. Ja, helaas kun je het niet proeven vanaf een video. Maar als je zo kijkt, dan zie je eigenlijk al dat er smaak aan zit. Nou ja, wij gaan in ieder geval even lekker ijs eten. Zo, dat was hij dan, de video over kersen roomijs maken. Ik kan je vertellen dat hij weer miami miami was, erg lekker. Fijn voor de zomermaand, het is nog niet echt zomerweer, maar dat gaat het vast en zeker wel worden. Dus deze dit kersenijs gaat zeker smaken. Daarom dat we er ook extra veel van gemaakt hebben, zodat we lekker vanavond al aan het kersenijs kunnen. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Kijken waar het dan over gaat. Misschien wel weer over ijs maken. Of misschien wel over CNC-routen. Of misschien 3D-printen. Je weet het niet. Alvast fijne vakantie. Tot de volgende keer. Dag.